Een heel goedemorgen. De week is net begonnen en als u naar buiten kijkt ziet het er niet bepaald zomers uit. En het is toch al 1 juni. Maar er komt wat moois aan. Dit fijne vooruitzicht krijgt u nu van onze weerchef. Tot en met woensdag moeten we door de zure appel heen bijten. Vooral morgen nog wat regen en flink wat wind. Dat vooral, hè. En dan vanaf donderdag beter weer. Hoge druk boven Scandinavië. De wind draait naar het oosten en het wordt warm. Donderdag al zo'n 20 tot 25 graden bij veel zon. Maar dan vrijdag een uitbijter. 25 tot mogelijk 30 graden landinwaarts. Het zou de eerste tropische dag kunnen zijn. Of het daarbij blijft is de vraag. Het weekeinde kans op enkele onweersbuien. Toch ook veel zon en temperaturen die voorlopig neigen in de richting van 20 tot 25 graden. Kort nieuws dan. De bouwsector zit weer in de lift. De omzet van bouwbedrijven stijgt en architecten krijgen meer opdrachten, meldt het CBS. En treinvakanties worden steeds populairder, schrijft Metro. 6 op de 10 treinreizigers die de grens overgaan zijn toeristen. En vooral vakanties naar Duitsland doen het goed. Regenboogkleuren in de Australische stad Sydney. Daar zijn honderden mensen de straat op gegaan om te pleiten voor het homohuwelijk. De oppositie in het land dient vandaag een wetsvoorstel in om het trouwen tussen twee mannen of twee vrouwen mogelijk te maken. Of dat voorstel erdoor komt is nog maar zeer de vraag, want premier Abbott is geen voorstander. Hij wees een referendum over de kwestie vorige maand nog af. De demonstranten vinden in ieder geval dat Australië helemaal klaar is voor same-sex marriage. En tot zover. We zijn er straks weer met een nieuwe update. Graag tot dan. Fijne dag.